Op 22 maart 2016 oefende het korps commandotroepen van de koninklijke landmacht in een schiethuis van de politieacademie in Ossendrecht. Tijdens de gevechtsoefening schoten de cursisten met scherpe munitie. De defensieorganisatie kent op papier allerlei veiligheidsprocedures. Toch werd een van de deelnemers, een instructeur in opleiding, dodelijk getroffen. Dit schietincident, maar ook het feit dat er in het verleden eerder militairen tijdens oefeningen en trainingen ernstig gewond zijn geraakt of zijn overleden, is voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid aanleiding geweest om onderzoek te doen naar het dodelijk ongeval. De onderzoeksvragen waren: Wat is de toedracht van het ongeval op 22 maart 2016? Hoe gaat Defensie om? Met risico's voor deelnemers aan de schietopleiding binnen het Korpscommandotroepen. De inrichting van het Schiethuis van de Politieacademie bestaat uit een houten constructie met dunne wanden van vinyl. Het Korpscommandotroepen heeft niet de beschikking over een eigen Schiethuis, ondanks dat de aanvraag hiervoor al een aantal jaar geleden is ingediend en goedgekeurd. Tijdens de oefening was op de locatie, naast de instructeur in opleiding en de cursisten, ook een contra-terreur-instructeur, ook wel CT-instructeur genoemd, aanwezig. Een derde instructeur, die aangewezen was als baancommandant, bevond zich elders in het gebouw. De instructeur in opleiding begeleide de oefening als onderdeel van zijn eigen opleiding tot CT-instructeur. Hij begeleide dit type oefening voor de eerste keer, maar kreeg op de dag van het fatale incident geen persoonlijke begeleiding. Geen van de betrokken instructeurs beschikte over de benodigde aanvullende kwalificaties om een gevechtsschietoefening te leiden. Bij de start van de oefening bleef de instructeur in opleiding achter de laatste cursist in de gang staan. Hierdoor hadden hij en de cursisten geen zicht op elkaar. De aanwezige CT-instructeur bevond zich op een kruisvormige betonnen constructie boven de oefenruimtes. Hij had geen zicht op de instructeur in opleiding. En de cursist in de gang. Kort nadat de eerste cursist de tweede oefenruimte betrad, vuurde deze meermaals op het eerste doel in die ruimte. De instructeur in opleiding bevond zich op dat moment nog in de gang, achter het doel. Hij werd meerdere malen geraakt en overleed daar plaatsen aan zijn verwondingen. In de voorschriften van Defensie ten aanzien van de constructie en het gebruik van schietbanen. Ontbreken richtlijnen voor bijzondere schietbanen, zoals schiethuizen. Er is wel een verplichting om de schietbanen te laten keuren. Deze keuring heeft echter niet plaatsgevonden. Indien dit wel was gebeurd, zou het schiethuis in Ossendrecht afgekeurd zijn voor gevechtsschietoefeningen. Door een tekort aan opleidingsdeskundigen binnen Defensie is de contraterreuropleiding door de eigen instructeurs vormgegeven. Voor de opleiding bestaat geen syllabus. Nergens is omschreven hoe oefeningen moeten worden ingericht en met welke risico's rekening gehouden moet worden. Ook de voorgeschreven veiligheidsanalyse door een veiligheidsdeskundige is achterwege gebleven. Het gebrek aan lesmateriaal en deskundigen is gemeld binnen de Defensieorganisatie, maar dit heeft niet geleid tot enige verandering in de situatie. De opleidingen gingen door. Ondanks de opeenstapeling van tekortkomingen, en er werd onvoldoende nagedacht over de gevolgen hiervan. Dit heeft ertoe geleid dat, op een ongeschikte, niet gekeurde schietbaan, van een instructeur in opleiding gevraagd werd om een gevechtsschietoefening te begeleiden, zonder persoonlijke begeleiding tijdens de uitvoering, zonder gekwalificeerde instructeurs, zonder toezicht, zonder lesmateriaal. En zonder adequate veiligheidsanalyse. Tijdens missies moeten militaire eenheden vaak zelfstandig opereren onder risicovolle omstandigheden. Dat vraagt om mensen met doorzettingsvermogen, die erop zijn gericht in hecht teamverband hun opdracht te voltooien. Om goed voorbereid te zijn is het noodzakelijk dat deze militairen zo realistisch mogelijk oefenen. De Defensieorganisatie heeft de taak om ervoor te zorgen dat zij veilig kunnen oefenen. Bij oefeningen moeten fouten gemaakt kunnen worden, zonder dat deze leiden tot fatale gevolgen. De Onderzoeksraad maakt zich zorgen in hoeverre het ongeval in Ossendrecht kenmerkend is voor de veiligheidscultuur binnen de gehele Defensieorganisatie en komt daarmee tot de volgende aanbevelingen: Realiseer op korte termijn de bouw van een eigen schiethuis. Tref op korte termijn maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. Onderzoek in hoeverre het wegvallen van meerdere veiligheidskritische barrières in dit schietincident indicatief is voor de veiligheidscultuur binnen Defensie.